Dan hebben we ook nog Silent Hill 2. Die heeft ook een remake gekregen. Ja, dat is en, de goat, man. Ja, dat is, het het goed. is brand brand goat. Holy ik hell. Heb nou, je wat gespeeld? Nee. Nee. Nee, want jij bent de enige. Daarom zit ik hier. helemaal niks. Ik ben alleen in Nee, podcast. Jij bent de enige in Nederland met een code, volgens mij, van die game. Ja, dat zou misschien zomaar kunnen. Nee, ik zweer het, jongens. Ja, ik weet niet eens hoe ik moet beginnen. Kijk, Silent Hill 2 is natuurlijk de goat in het genre van de psychologische horror. Ja, ik wacht op jullie mm -hmm. instemmende. Ja, ja, klopt. Ja, ja, ja. klopt. Ik heb ik ik heb klopt. nooit gespeeld, maar ik heb het gehoord. Zeg gewoon ja. Dus ja, je hebt gelijk. Oh, Oké. Okay. Nou, beter nog misschien wel. Je hebt er nooit gespeeld, maar jij als je zou moeten gokken, dan je de, de die game die heeft toch wel een naam en een faam bij mensen die niet thuis zijn in survival horror. Ja. Oké, okay, dankjewel voor dit gesprek. Zeker. Dit uitgebreide op- en neergesprek. Oké, okay, als je het zo wil, dan ga ik inderdaad wel even los. Ga maar even los op Silent Hill is de fucking goat. Survival Horror is, uh, uh, heeft twee vertakkingen gekregen sinds Alone in the Dark. Dat is de ene kant Resident Evil. Dat is de item management, de, de, de actie, de jumpscares, de zombies, noem maar op. En aan de andere kant had je Silent Hill en die ging voor de psychologische horror. Noem het allemaal maar op. En uh, Silent Hill 1 was waanzinnig. 2 was Algemeen beschouwd, is de goat, als je kijkt naar wat die game doet, qua sfeer, qua geluid, qua verhaal, is echt. Als ik nu terugdenk aan het verhaal dat we dat toen kregen, dat is zo moketje pik en pik en pik zwart. Dat is gewoon echt gewoon op een ander niveau als, als shit die we toen zagen, of eigenlijk nog steeds tegenwoordig uh, amper nog zien. Um, toen kwam 3, die ook goed was. En daarna is de serie een beetje voor de fans geworden. Zoals ik. Ik bedoel, Homecoming en, en Downpour had je dan nog. Uh, Memories, allemaal games die ik helemaal fantastisch vond. Maar dat, dat zeg ik omdat ik een fanboy ben. Um, maar ja, toen kwam die remake van Silent Hill 2, werd aangekondigd. Dus iedereen dacht van, nou, dit is de absolute fucking, niet de koning, maar de god in het genre. Dat is zo'n fragiel iets. Als je die verneukt, dan ben je echt klaar. Toen gaven ze hem aan Bluebird Team. Yeah. En die gasten die hebben uh, games gemaakt als uh, Layers of Fear, uh, The Medium, uh, de Xbox launchtitel titel, en um, dat ene met Rutger Hauer, Huppeldepup, Redux, een beetje Blade Runner-achtig, ik kan even kan niet op de naam komen, maar die games hebben allemaal één ding met elkaar gemeen. Of nou, een paar dingen eigenlijk. Het zijn allemaal niet hele goede games, maar ze zijn allemaal, lopen ze over van de... The Medium is... Eigenlijk een hele ontzettend matige game... die qua sfeer zo waanzinnig tof is. En ik snap waarom Konami heeft gezegd... weet je wat, jullie krijgen Silent Hill. Want ze hoeven bij Silent ja. Hill niet zelf een game te gaan maken... of een verhaal te bedenken... of uh, 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 weet ik het wat. Ze hoeven alleen maar Silent Hill 2 te pakken... en die sfeer erin te proppen. En ik zei van dat is de enige manier... waarop Blooper Team hier de succes van gaat maken. En die woorden moet ik zo hard inslikken... en een diepe excuses richting Paulie sturen... Want ja, ze hebben die sfeer fucking geneeld. En geloof me, Silent Hill 2 sfeer is iets wat niet geëvenaard is. De muziek, de, 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 de mist, de, de, gewoon hoe die hele game in elkaar zit, is zo waanzinnig. Alleen, zij hebben niet Silent Hill 2 zomaar gekopieerd. Zij hebben allemaal stukken ertussen gezet... Um, en uh, uh, allemaal nieuwe puzzels toegevoegd, nieuwe areas en je volgt wel de lijn van Silent Hill 2, maar de originele Silent Hill 2 is een hele hele korte game. Het heeft een paar grote areas, daar ga je doorheen. Die, je speelt die game, ik, ik denk dat ik hem nu, als ik hem nu aanzet, ben ik voor de avondeten klaar. Die heb ik binnen drie uur uit. Voor de lunch zelfs nog als ik een late lunch pak. Um, en zij hebben voor allerlei shit toegevoegd, alleen dat is zo kut. Want dan heb je dus iets van, hé, hey, een van de beste games ooit gemaakt. Hé, hey, gaan jullie, fucking Bluebird-team, er even wat shit <laughs> tussen voor je. En zorg dat het niet opvalt, dat het niet van de hand van de meester is. En ik zeg het je, ze hebben het geflikt, want het valt niet op. Ik Zeker. moet echt soms googelen van, heb ik net de puzzel gehad, denk ik, kut. Deze zat toch niet het origineel? En het is wel echt een steengoede puzzel. En die zat erin, dan weet je, oh, deze is echt van hun. En ja, dat je dat nice. niet ziet, is zo goed. En ik wil nog één speciale shout-out geven. Die stemacteur. Een dude heb ik opgezocht. heeft nog nooit in zijn leven ergens stemacteur geweest. Hij is volgens mij een normale acteur van die B-series. Beste performance die ik me kan herinneren in een game. Waan, okay. echt waan-fucking-zinnig. Echt waar? Oh shit. Nou, ja. Wij zitten in de, in de jury van de Game Awards. Die zijn weer eind dit jaar. Van oom Jeff Keely. En daar zit ook altijd een onderdeel bij. Van beste stemacteur. Is het door mij heen gegaan. Maar hij wint hem hands. Ik zie iedereen die gaat spelen. Hoe hij zijn zinnen delivered. Het is zo fucking real. Het is niet zo. Oh, een videogame personage. Het is, en, en iedereen doet het goed, hoor. Begrijp me niet verkeerd. Ze hebben daar ook... Je hebt ook altijd... Wat mensen misschien niet weten... Er is niet iemand die zinnen instuurt. Daar zit een uh, voice director zit daarbij. En die zegt... Oh, je moet deze intonatie even anders doen. Doe deze zin even overnieuw. Werk even hier aan de delivery. Dus daar, daar, je ziet ook wel echt... Dat de, de, degene die de voice directing doet... Echt ijzersterk is. Um, en ik vind iedereen die je tegenkomt... De NPC's die praten, zeg maar... Die zijn in meer of minder mate zijn allemaal goed. Maar hij is echt... Ik, ik kan me niet eens herinneren wat een betere ik bedoel, Cyberpunk Fanon Die had ook hele goede shit met, met, met Keanu Reeves en ook V zelf, die soms echt wel fucking deliveries had. Maar dat is natuurlijk een veel grotere game met veel meer mogelijkheden. Dus dat is lastiger. Uh, maar deze doet uh, ik, ik ga hem opzoeken, want hij verdient het wel even met zijn respect aan de nemen, natuurlijk. Uh, Zou dat? Robert maar Lucas of zo heet hij. De sfeer van deze game, want ik Luke heb nog gezien, Luke Roberts. Ja. Ja, echt, hou die dut in de gaten, want als iemand fucking oplet, deze guy is insane goed. Maar uh, de, 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 wat ik gezien heb van deze game, en vergeef me de vergelijking, het deed me een beetje denken aan Alan Wake 2. zeg ja, maar is qua, de meest logische vergelijking die je kan maken. Ja, Dat is helemaal ding, Jacco. Uh, ja, ik vond Alan Wake 2 wel heel eng, maar, uh, maar... deze game heeft niet echt jumpscares. Nee, precies, ja. Dat had Alan Wake 2 wel natuurlijk. Maar de je hebt wat alleen maakt pyra deze game Pyramid een... Head die achter je aankomt. Pyramid head. Ja, is dat het? Een... Pyramid Head is geen jumpscare. Nee, maar, ze, maar, wat uh, ze uh, doen met Pyramid Head is zo fucking goed trouwens. Maar oké, okay, ik ga niks spoilen, obviously. Maar Pyramid Head is echt een fucking legend. Wederom, natuurlijk, het icoon met zijn grote metalen hoofd. Ja, ik moet zeggen, ik heb LA Week 2 nooit gespeeld. Ik heb toevallig vanochtend om half zeven ochtends, terwijl ik de hond uitlaten was, liep ik hier door. Het moeras heet dat. Het is gewoon zo'n zo open natuurgebied. Liep ik heen? Dacht ik, oh, even L.O. Week... Uh, een plaatsen, want die komt eind oktober. Dus vergeef me dat ik niet precies weet hoe eng die game is. Ik heb wel één gespeeld en die uitbreiding. Um, maar twee is eng omdat. Naar nou, twee is naar. Twee is fucking. Twee gaat jou niet laten schrikken. Twee is gewoon oh, kut. Ik voel me echt diep ongelukkig. Zijn het heel. Ja. De hele. Het is zo bedrukkend. Het is zo. Kijk, het, het concept van zijn heel is. Die doet zijn vrouw is drie jaar geleden overleden. Um, en hij krijgt een brief van haar: van, Hé, hey, ik vind me op die speciale plek in Saint-Hil, ik wacht op je. En hij gaat daarheen, maar je merkt aan al. Hij is zelf ook niet meer zo van. Oh, okay. kijk, als wij nu in Saint-Hil, dat is het echt zo. What the fuck, helemaal in paniek. Maar je ziet aan hem, en dat vind ik het goede van dat teerwerk. Je ziet, deze guy zit er. Heeft er gewoon echt doorheen gezeten de afgelopen drie jaar. Hij is obviously mega depressief. En hij accepteert maar wat er gebeurt. En hij is wel eens van: oké, okay, het is fucking weird. Maar je ziet zo de alle. Alle joy is uit zijn leven, uit zijn fucking ogen. En, hij loopt daar... en je wordt al depressief van hem. En het enige lichtstraaltje in zijn leven waar hij zich aan vasthoudt. En daarom boeien die monsters en alles wat er gebeurt. Hij is ook niet zo van... Oh, wat is dit? Zo van fucking voorspoken of zo, weet je Hij is gewoon van... Ah, fucking weird. Het is wat het is, want het is... Hij is in... Die mindset van hem is zo deprimerend. En dan kom je in die wereld en alles en iedereen die tegen het lijf loopt... Is gewoon naar. De monsters zijn na, Ze zien er goor uit. De, het is gewoon... En muziek is geen muziek, maar het is gewoon krassen op metalen en zo. Maar dan ook wel met een bepaalde subtiliteit. En alles aan die game, ademt gewoon nare shit. En dan een ja. sirenes op de achtergrond en zo. Het is, ja. het is niet oké, okay, man. Het is echt. Het is zo'n be be benauwende, uh, 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 niet leuke sfeer. En het is ook helemaal niet leuk om te spelen. Buiten het feit dat het echt, um, eindelijk een game die mijn goede discussie in mijn hoofd beslecht, daar stond, Hellblade 2. Uh, samen met Final Fantasy een beetje. Het was nog enigszins een strijdje. Uh, die strijd die hoeft echt niet meer gestreden te worden. Die mogen lekker om de tweede plek gaan knokken. Want Silent Hill 2 is, is fucking alles. En dat Bloemen dit doet, is zo waanzinnig. Uh, ja, echt. Game is aan.